Een heel goede avond. De federale topministers zoeken naar oplossingen om onze energiefactuur te drukken. Ze willen nog dit weekend een akkoord bereiken. Zo snel mogelijk. Het maakt deel uit van het gehele begrotingsakkoord. Dus ja, dan zou ik liefst hebben dat het dit weekend of begin volgende week rond is. Met enkele welgemikte ontploffingen kwamen twee grote koeltorens en twee rookschouwen in Langerlo vanmiddag naar beneden. Duizenden mensen genoten van het schouwspel. In het Verenigd Koninkrijk blijft de brandstofcrisis aanhouden. Vanaf maandag moet het leger daar inspringen om de tankstations te bevoorraden. En de decibels gaan de hoogte in. Kippenvel, jawel, eindelijk is er weer gejuich op deze piste. En het is voor iemand die het absoluut verdient. En de Britse Lizzie Dynan wint als eerste vrouw Parijs-Roubaix. Ja, het baart iedereen kopzorgen deze dagen. De hoge energiefactuur door de snel stijgende prijzen. Er is ook onder meer daarover dat de topministers van de federale regering al sinds vanmiddag samenzitten. Er moeten dringend maatregelen genomen worden om die energiefactuur te drukken. Er liggen al enkele dingen op tafel, enkele opties waarover de ministers nog dit weekend een akkoord willen bereiken. Meneer Van den Broeke, gaat dat nu lukken om dit weekend iets over die energiefactuur te doen? We gaan dat hier aanpakken, maar ik ga dat binnen bespreken. Veel mensen zien hun energiefactuur stijgen omdat gas en elektriciteit duurder worden. En hierdoor ziet minister van Financiën Van Petegem dat er meer BTW in de schatkist belandt. Die extra opbrengst wil de regering op een of andere manier teruggeven. We zijn ons heel goed bewust van het feit dat we natuurlijk iets moeten doen aan die energieprijzen en dat we daar als regering uiteraard inspanning moeten leveren. We hebben gisteren inderdaad ook dat idee op tafel gelegd dat die meerinkomsten die we hebben uit BTW, dat we die teruggeven aan de gezinnen. Ik denk dat nu het moment is om een aantal beslissingen te nemen en stappen vooruit te zetten. De PS stelt voor om aan iedereen een cheque van 100 euro te geven. Vooruit voorzitter Rousseau ziet ook andere mogelijkheden. Je kan ook eigenlijk de accijnzen gaan verlagen. En zo verlaag je die factuur echt voor de mensen. Ik vind dat een zeer interessante piste. Je kan ook cheques geven, je kan allerlei andere dingen doen. Maar het allerbelangrijkste voor ons is dat dat geld terug richting de gezinnen gaat. Federaal minister van Energie Van der Straten stelde eerder al voor om het verlaagde sociaal tarief waar 1 miljoen gezinnen tot eind dit jaar recht op hebben, te verlengen. Het is een moeilijke puzzel. De regering zoekt geld om de energiefactuur te doen dalen, maar tegelijk zoekt ze 2 miljard euro om het begrotingstekort te doen dalen. De gesprekken lopen heel constructief, maar er moeten ook knopen doorgehakt worden. Het is belangrijk dat we dat met de nodige ernst doen en dat we goed berekenen wat de maatregelen kosten en hoe ze gefinancierd worden. Want natuurlijk hebben ze een budgettaire impact, dus op schuldgraad en tekort. En daar moeten we toch over waken dat dat binnen de perken blijft. Ja, de federale regering wil dus maatregelen nemen om die energiefactuur te drukken. En daarbij liggen er verschillende opties op tafel, dat zei ik al. Maar die opties die kosten ook geld. En dat maakt de begrotingsopmaak, die dit weekend ook plaatsvindt, er niet makkelijk op, zegt Michael van Drogenbroek vanuit de Wetstraat. Ja, de regering had dit weekend sowieso voorzien om te werken aan de opmaak van de begroting voor volgend jaar. Dat wordt nu dus voor een deel doorkruist door de zoektocht naar die manieren om de energiefactuur naar beneden te krijgen. Maar het een heeft natuurlijk ook invloed op het andere. Want al die maatregelen om die factuur naar beneden te krijgen, die kosten de overheid natuurlijk geld. Of dat nu gaat over het verlengen van het sociaal tarief, over het invoeren van een energiecheck of over de accijnzen naar beneden te brengen, dat kost de overheid geld. Een deel kan betaald worden met de hoge BTW-inkomsten door die hogere energiefactuur, maar dat zal niet volstaan. En dat maakt dat die moeilijke puzzel van die begrotingsopmaak dat die mogelijk nog moeilijker wordt. Die puzzel van die begrotingsopmaak die moet ook niet meteen worden gelegd. Daar is nog even tijd voor. Maar ik hoor wel bij de meeste mensen hier binnen aan de tafel dat het vinden van een oplossing voor de energiefactuur dat dat wel dringender is. Dat daar toch liefst dit weekend witte rook zou moeten komen. Aan het Albertkanaal bij Genk zijn vanmiddag veel kijklustigen bijeengekomen om de implosie te volgen van twee grote koeltorens en twee rookschouwen. Die maakten deel uit van de thermische elektriciteitscentrale van Langerlo, waar lang met steenkool elektriciteit werd opgewekt. De centrale ligt al 5 jaar stil en moet nu plaatsruimen voor een nieuw industrieterrein.
De elektriciteitscentrale van Langerlo blies 5 jaar geleden haar laatste adem uit. Ze had meer dan 40 jaar lang elektriciteit geleverd, die hier vanaf de jaren 70 nodig was voor onder meer staalproductie en de toenmalige autofabriek van Ford. De centrale is begonnen op steenkool. Achteraf zijn er ook nog een aantal andere restfracties bijgekomen. En men heeft in de jaren 80, 90 heel zwaar moeten investeren voor filters om ervoor te zorgen dat natuurlijk veel minder stof in de atmosfeer kwam. Want ik denk dat alle Genkenaren nog wel weten wat dat betekende in de jaren 80 toen die centrale volop op kolen aan het draaien was. De witte was die toen buiten te droog ging, ging soms zwarter weer naar binnen. Er werd wel geïnvesteerd in filters, maar door strengere milieunormen, technische problemen en overnameperikelen was er uiteindelijk geen toekomst meer. De centrale maakt plaats voor nieuwe bedrijven en wie weet toch nog een elektriciteitscentrale. Theoretisch zou het uiteraard nog wel kunnen in de toekomst dat hier een klein deeltje van het terrein daarvoor zou gebruikt worden. Dus toch nog een elektriciteitscentrale? Ik zeg niet dat er een elektriciteitscentrale zal komen, maar theoretisch blijft die mogelijkheid uiteraard bestaan. Met zware dynamiet knallen Denderen eerst 2 van de 3 schouwen naar beneden. De bevolking was met een sms van B-Alert gewaarschuwd voor de knallen die kilometers ver te horen waren. En kort daarna gingen ook de 2 koeltorens tegen de vlakte. Het mooie is dat op die fundamenten van het verleden een nieuwe toekomst wordt gebouwd. En dat is belangrijk. Vandaar dat we ook wel blij zijn vandaag dat we die stap kunnen zetten, zoals met de oude terreinen van Ford, dat er in Genk weer nieuwe productie komt, nieuwe logistiek met toegevoegde waarde. Naar Waverdam, waar pretpark Walibi na 2,5 maand eindelijk weer de deuren heeft kunnen openen nadat het park zwaar werd getroffen door de overstromingen begin juli. Walibi stond zo goed als volledig onder water. Maandenlang is er met man en macht gewerkt om alle attracties weer in orde te krijgen. En vandaag konden de eerste bezoekers dus weer, al dan niet gillend, hun dag doorbrengen. Le premier à la porte, pourquoi? Pourquoi? Mais pour être les premiers à Conda et pouvoir être les premiers à redécouvrir le parc après 2 mois de fermeture. De die-hard fans van Walibi willen er als eerste bij zijn nu het park weer opengaat. De zomerperiode is normaal gezien dan ook de pretparkperiode bij uitstek. We hebben eigenlijk een jaarabonnement voor Walibi. En toen dat park was ondergelopen, hadden we zoiets van oei, jammer, we kunnen niet meer gaan. En we zijn echt wel parkfanaten, dus we dachten van nu komen we eens terug. En het is de Conda waar iedereen meteen naartoe stormt. De gloednieuwe attractie was nog maar open sinds 8 mei. We hebben heel weinig tijd gehad om na te denken. Het was binnenkomen en de zetel in en vertrekken. Ik aarzelde. Maar ik heb me laten overtuigen. Even buiten adem. Tot een ik had wel op het einde een beetje last van mijn maag, maar het is goed. Alle attracties zijn dus weer open op eentje na de Pulsar. De Pulsar is door de overstromingen heel zwaar getroffen geweest. De hydraulische pompen die het plateau doen draaien voor de boten te lanceren, zijn ook geraakt. Het is ironisch, want het is een waterattractie, maar ja, die is heel hard getroffen geweest. Nu kabbelt de Deile rustig doorheen het park. Midden juli zorgde diezelfde Deile ervoor dat er op het hele domein 1,20 meter water stond. Dat het park vandaag weer open is, is een wonder na een lange zwarte periode. COVID-19 zorgde al voor een moeilijk jaar in 2020. We zijn 50% van onze bezoekersaantallen en 50% van onze jaaromzet kwijtgeraakt. En nu ja, de overstromingen, dat gaat zich in miljoenen cijferen. We hebben nog geen precies cijfer dat we daarop kunnen plakken, maar dat zal miljoenen zijn. Ons land heeft al vaccins besteld voor een mogelijke 3e en ook een 4e coronaprik. Dat heeft professor Dirk Ramakers gezegd, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. België zit mee in een groot Europees vaccincontract. Al is het nog niet zeker of een 3e prik voor iedereen nuttig is. Daarvoor is er nog meer wetenschappelijk bewijs nodig. Er wordt intussen ook onderzocht of een 4e prik nodig is voor mensen met een zwak immuunsysteem. En dan moeten we het ook nog eens hebben over de COVID-pas. Want niet iedereen is er even blij mee dat die pas niet verplicht wordt in woonzorgcentra en ziekenhuizen. In de zorgsector mogen ze zelf kiezen of ze voortaan aan bezoekers een bewijs van vaccinatie of een negatieve test vragen. Op zich een goede zaak, maar veel woonzorgcentra vinden het niet evident dat ze zelf de verantwoordelijkheid krijgen om een systeem op te zetten.
Hier in woonzorgcentrum Het Laar in Zwevenzele heeft Rita Barilla 90 bewoners onder haar hoede. Ze is opgelucht dat er alvast geen verplichting van de coronapas is gekomen, want de controle daarop zou toch voor praktische problemen zorgen. We zouden ons dan eventjes moeten herorganiseren om dat zoveel mogelijk elektronisch te kunnen doen, want anders zou het betekenen dat onze medewerkers, die we heel erg graag inzetten in de zorg voor de bewoners, dat die dan hun aandacht en energie daaraan zouden moeten besteden. Het verzorgend personeel heeft hier inderdaad meer dan de handen vol. Ze begrijpen het nut wel van een coronapas, maar wie die dan moet controleren, zij hopelijk niet, klinkt het. Het zou beter zijn dat het onthaalmogelijkheid kan bieden voor de pas te tonen aan de mensen. Want wij tijdens de verzorging gaat dat wel moeilijker. In een landelijke gemeente als Zwevenzele, waar iedereen kent, lijkt de maatregel trouwens sowieso minder zinvol. Wat ik er mee gaan is bij je kinders die niet ver wonen. Hebben we daarvoor zo'n paspoort nodig? Ben echt toch? Het is niet overal even relevant om dat te doen. Daarboven mogen we niet vergeten dat wij, en ik denk dat dat voor heel onze sector geldt, nog steeds alle andere veiligheidsmaatregelen toepassen. Goedemiddag, smakelijk. Hier wachten ze dus voorlopig af en hopen op bijkomende instructies van de overheid. De bezoekers zelf kunnen dus vooralsnog zonder coronapas binnen. En dat vinden ze niet erg. Niet. De meisjes zijn allemaal beschermd. Die hier ben komt in de masker. Ik vind dat niet meer nodig. Het Belgische fregat Leopold 1 is niet geslaagd voor een belangrijke NAVO-oefening en moet aan de kaai blijven. Dat bevestigt Defensie aan onze redactie. Opvallend, de Belgische fregat mag als enige van een internationale groep schepen niet meedoen. En dat is toch wel een blamage voor ons land. De NAVO-oefening Joint Warrior voor de kust van Noord-Europa. 55 schepen uit 13 landen doen mee. Of nee, 54 schepen uit 12 landen doen mee. Want het Belgische fregat Leopold 1 moest als enige aan de kaai blijven, omdat de piepjonge bemanning niet voldoende klaar was. De Leopold 1 in betere tijden. Dat het fregat niet mee mag doen aan de NAVO-oefening is een blamage voor ons land, zeggen insiders. De marine zakt door het ijs. Militairen op een fregat moeten doorgaans twee taken kunnen. Een helikopter binnenhalen bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld kunnen werken met radars. En dat betekent dus ook een dubbele opleiding. En daar loopt het fout. De marine moet zo snel recruten aanwerven nu van de regering dat ze die niet snel genoeg opgeleid krijgt. Als de bemanning van de Leopold 1 eind deze week alsnog slaagt, kan het fregat allicht nog aansluiten voor het einde van de NAVO-oefening. Els Klottemans, die veroordeeld is voor de zogenoemde parachutemoord, mag overdag de gevangenis verlaten om een opleiding te gaan volgen. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad. Klottemans werd in 2010 tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar liefdesrivaal. Ze had de parachute van de vrouw gesaboteerd, waardoor die tijdens een sprong neerstortte. Het is de eerste keer dat het verzoek van Klottemans om een opleiding te volgen wordt ingewilligd. Een Belgische toeriste die afgelopen zomer een dodelijk ongeval veroorzaakte op het Italiaanse Como-meer, heeft een akkoord gesloten met het Italiaanse gerecht. De vrouw krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar en moet een schadevergoeding betalen. De vrouw kwam met haar grote speedboot in een botsing met een andere boot. Een Italiaanse jongeman kwam daarbij om. Volgens het Italiaanse gerecht voer de vrouw te snel en met te luide muziek aan boord. We hopen dat we get some fuel back into the system in the coming days. In het Verenigd Koninkrijk gaat het leger vanaf maandag chauffeurs inzetten om brandstof te leveren aan de tankstations. Daarmee moet een einde komen aan de dagenlange brandstofschaarste in het Verenigd Koninkrijk en aan de lange files bij de tankstations. Lee Henderson, een elektricien van bij Bristol, is een erg gelukkig man, want hij kan tanken. If you find fuel without visiting 6 or 7 garages, then you're very lucky. Al de hele week staan vele tankstations droog omdat de brandstofleveranciers niet de nodige chauffeurs vinden. En dus gaat de Britse regering nu meer dan 200 militairen inzetten. The first big amount will be really
working through this weekend, deploying in Monday, probably on their own more. And then by the end of the week, another 60, 70 will come online towards the end of the league. So you'll be over 200 by the end of the week at least. Kilometers tellen en blijven uitrekenen tot hoe ver je kan rijden. Dat is wat miljoenen Britten dus nog even zullen moeten blijven doen. Ook Lee Henderson. I've got to work tomorrow. There's probably 30 miles left in my tank. It is a total nightmare. De Britse regering wil tenslotte met een spoedprocedure 300 buitenlandse chauffeurs aantrekken. Tienduizenden Haitiaanse vluchtelingen en migranten zitten vast in Mexico omdat ze in de Verenigde Staten riskeren te worden teruggestuurd naar Haiti. Vanuit Texas zijn er al zo'n 5000 Haitianen teruggevlogen naar Port-au-Prince. Maar de meeste Haitianen die onder een brug kampeerden in Texas keerden terug naar Mexico en proberen daar nu asiel aan te vragen. Haitiaanse vluchtelingen die er enkele weken geleden nog alles voor over hadden om de Verenigde Staten te bereiken, keren hun kar. Estados Unidos no, porque Estados Unidos está haciendo alta deportaciones en Haití. Por eso yo no quiero ir allá. Mexicaanse migratieambtenaren proberen Haitianen die opeengepakt zitten aan de noordgrens met de Verenigde Staten te overtuigen om terug te keren naar het zuiden, waar ze Mexico zijn binnengekomen. Entonces nosotros venimos a ayudarlos porque Estados Unidos los va a mandar a Haití. Nosotros tratamos de que no los manden a Haití. Entonces simplemente se les da la opción. Want ook Mexico stuurt Haitianen terug tenzij ze asiel aanvragen. En dat doen ze. Haitianen kiezen er nu massaal voor om in Mexico te blijven. Maar de Mexicaanse migratiediensten kunnen de toestroom niet aan. De vluchtelingen en migranten die in Mexico geraken, hebben er lange tochten op zitten vanuit Zuid-Amerika. In Colombia zitten er al wekenlang tienduizenden vast in een kuststadje. Yo primero necesito viajar ahora, porque ahí para ir para la seda está muy difícil en ese momento. Y ahí yo pensaba para ficar aquí en Colombia. Want voorbij Colombia moeten de migranten door de jungle van Darién in Panama, een van de gevaarlijkste plekken op hun ellenlange route. Velen overleven die tocht niet. Morgen is het precies 7 weken geleden dat de extremistische Taliban de controle over heel Afghanistan hebben overgenomen. De Taliban moeten nu niet meer vechten, maar wel besturen. Een Deense journaliste kreeg uitzonderlijke toegang om 2 Taliban-functionarissen te volgen in hun nieuwe job. En dat geeft een unieke inkijk. De hele exclusieve reportage wordt om 7:50 uitgezonden op Canvas in ons magazine Franks. U krijgt nu al dit fragment. Taliban-strijder Hakmal komt van het platteland, maar nu is hij politiechef in de grootstad Mazar-e-Sharif. Naïm is sinds kort verantwoordelijk voor het onderwijs in de hele provincie Balk. De Deense journaliste Puk Damsgaard mag zijn vrouw interviewen. Al is interviewen erg relatief. I have come to Afghanistan the last 17 years and have seen a big development for women there in all kinds of jobs. How do you see that development? Is that going to continue? I think he can just ask questions because I don't have to ask. Regeringservaring hebben Naïm en Hakmal niet. Ze genieten van hun nieuwe macht. Maar de meeste Afghanen zijn bang voor de toekomst.
Straks gaan we nog vogels spotten, want de trektocht naar het zuiden is ingezet. Over heel Europa hebben vogelliefhebbers vlijtig zitten tellen. En dat brengt interessante tendensen aan het licht. Straks dus. Maar eerst sport, Katrien, met de allereerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. Het was een spektakelstuk, memorabel en eigenlijk voor de start al geschiedenis, hè? Ja, die eerste editie is er sowieso in voor de geschiedenisboeken. En de allereerste naam op de erelijst bij de vrouwen is de Britse Lizzie Deignan. Een mooie winnares. Ze was zelf altijd een groot pleitbezorgster van een helle klassieker voor vrouwen. Straf ook wat Deignan deed. Al op de eerste kasseistrook sprong ze weg en ze bleef uit de greep van de anderen. Ruim 80 kilometer lang, tot op de beroemde wielerpiste van Roubaix. De Nederlandse topfavoriete Marianne Vos strandde op de tweede plaats. En hier gaan we driften zien, het schuiven. Oeps. Valpartij tegen de grond. Mons-en-Pével is een van de meest beruchte kasseistroken van Parijs-Roubaix. Doe er nog wat modder bij en dan krijg je dit. Ook wereldkampioene Balsamo gaat tegen de grond. Het is één groot slagveld. Wel nog recht, al is het nip. Het is de leider in de koers, Lizzie Deignan, op de eerste kasseistrook op 82 kilometer van de finish weggereden. Bij de achtervolgers geen Belgen meer. Lotte Kopecky door een lekke band en slipper. Jolien Dore in haar laatste koers ooit door een vroege val. Wel mee Vos, Longoburgini, Van Dijk en enkele andere mooie namen. Zij hopen Deignan nog in te rekenen. Maar voor de Britse is het vooral zaak om recht te blijven. En dat lukt niet bij iedereen. Oh, stevig Van Dijk, Majerus erover. Oh, la. Nog Roy, ze vallen allemaal. Marianne Vos heeft er genoeg van en gaat alleen op zoek naar Deignan. Ze komt dichter, maar niet dicht genoeg. Lizzie Deignan, ex-wereldkampioene en moeder van een driejarige dochter, draait solo de velodroom op en wint als eerste vrouw Parijs-Roubaix. Kijk naar die toegetakelde handen. Met Vos op 2 en Longoburgini op plaats 3 krijgt deze historische editie meteen een fantastisch podium. I just feel so incredibly proud, you know. Women's cycling is at this turning point, and like you say, today is part of history. And that the athletes here can do one of the hardest races in the world, and I'm so proud that I can say I'm the first ever winner. Yeah. Deignan won. We kregen een prachtig podium, maar dan een podium zonder Belgen, Renate Schotte. Geen Belgisch kampioene Lotte Kopecky en geen Jolien Dore in haar laatste koers. Maar hoe hebben zij die eerste Parijs-Roubaix bij de vrouwen beleefd? Ik denk dat iedereen die met knikkende knieën heeft beleefd en het bloed aan het stuurlint van Lizzie Deignan sprak wel boekdelen. Denk ik, ze reed ook de hele hel van het noorden zonder handschoenen. Met of zonder, je gaat altijd bloed hebben als je dokkert over de stenen. Overigens werd haar overwinning beloond met €1500 prijzengeld en de teamsponsor heeft dat bijgepast op €30.000, waardoor dat evenveel is als de mannen morgen. Nu, onze Belgische vrouwen hebben geen geluk gekend in de hel. Lotte Kopecky had pech, moest op een bepaald moment verder op een te grote vervangfiets. Maar de vrouwen hebben er alles aan gedaan om deze wedstrijd uit te rijden. Lotte Kopecky werd zelf nog 15e. En als je dan kijkt naar die uitslag, dan zie je 61 vrouwen gefinished, maar er zijn er ook 44 buiten tijd aangekomen, waaronder Jolien Dore, ondanks twee valpartijen. Knie deed pijn, mijn rug deed pijn. En toen dacht ik gewoon van ja, nu moet ik gewoon finishen. Nu moet ik, ik kan hier niet in de bezemwagen stoppen op, stappen in mijn laatste koers. Dus toen had ik maar één opdracht en dat was gewoon naar de piste rijden. En dat maakte mij niet uit op hoeveel minuten dat ik dan aankwam. Ja, flitst dan die hele carrière door jouw hoofd als je over die kasseistrook aan het dokkeren bent richting Roubaix? Nou ja, dat viel wel mee. Het was vooral echt afzien. De pijn een beetje verbijten. Maar dan de laatste 10 kilometer was wel toch wel genieten. Genieten? Ja. Ja, genieten, ja. Ik heb me enorm geamuseerd eigenlijk. Ondanks die platte band op een echt enorm slecht moment. Ik kreeg al meteen de fiets van een ploegmaat, maar die was echt gewoon veel te groot. En ik moest daarmee over Mons Appenvel en dat was geen plezier. Ik vond het wel enorm leuk om deze koers te kunnen rijden. Geen Belgische winnaar bij de vrouwen. Misschien morgen dan maar bij de mannen, Renaat. Bij de mannen wordt het wellicht een bijzonder gevaarlijke wedstrijd, want er wordt regen voorspeld. Hoe kijken de renners daar tegenaan?
Natte Hel, dat is geleden van 2002, toen Johan Museeuw won en debutant Tom Boonen derde eindigde. En een natte kasseirit in de Ronde van Frankrijk is alweer geleden van 2014 ook, toen Lars Boom een etappe won en toen Sagan vijfde werd. Dat was de etappe waarin Froome uitviel nog voor de kasseien werden aangedaan. Nu, het is hier op dit moment aan het regenen in Compiègne en ik denk dat de renners met tegenzin uitkijken naar morgen, want het wordt een zeer gevaarlijke bedoeling. En die regen die gaat hier de hele nacht blijven aanhouden tot morgen na de middag. Voor 3 uur gaat het eenvoudigweg niet stoppen met regenen, waardoor je eigenlijk nooit een droge finale zult krijgen in die hel van morgen. Dus dat is iets om niet naar uit te kijken vanuit rennersperspectief. Het zal spektakel geven, maar misschien op de verkeerde manier. Het wordt een heroïsche ploeterpartij. Dit peloton heeft er nog niemand in die omstandigheden gereden. En ik ook niet. Dus ik heb er net even 5 minuten naar de vrouwen gekeken. En het is zeker niet gemakkelijk. Hè. Er wordt heel veel gevallen. Het is gewoon bijna onmogelijk, denk ik, om recht te blijven. Je bent ook afhankelijk van wat er voor en achter u gebeurt. Dus we zullen zien wat het wordt. Maar het wordt zeker een hectische finale. Er wordt vaak gezegd, in deze omstandigheden gaan veldrijders een voordeel hebben. Hoe schat jij dat in? Ik kan daar wel ergens in volgen, maar ik denk dat dat vooral pas zal zijn als het in elkaar ligt. Als het nog moet gesplitst worden, is het toch gewoon vooral gevaarlijk. En heeft heel veel te maken met wat er voor u gebeurt. Dat veldrijden dat hoor ik altijd graag, maar het is wel een koers van 270 kilometer natuurlijk. Dus in dat opzicht heeft het niet zoveel met een veldrit te maken. Ben je een regenrenner? In principe wel. In principe hou ik wel een beetje van regen, maar het is nieuw voor ons, een natte Roubaix. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik weet niet echt goed waar dat mee moet dat verwachten. Niemand, hè? Niemand weet dat, hè? Nee, het is dan nog lang geleden, dus... Ja, ik kan niet zijn. Ja, ik zit er toch een beetje mee in. Ja. Heb je schrik om te rijden morgen? Nee, het is niet meer gevaarlijk dan in afdaling op 100 per uur of 90 per uur. Of in massasprint tegen 70 per uur. De koers is gevaarlijk en als je schrik hebt, dan moet je stoppen. Hè. Maar natuurlijk, ja, je hebt toch een beetje extra stress. Ja. Voetbal dan met een chaotische match. KV Mechelen Standaard. De eindstand was 3-1. Na 18 minuten stond KV Mechelen al 3-0 voor. En dat leidde tot fel protest van de Luikse supporters. Boze fans stapten zelfs even het veld op om de Standaardspelers uit te schelden. De wedstrijd werd 2 keer stilgelegd. Het geduld van de supporters van Standaard is op. Ze bekogelen eerst hun spelers met tennisballetjes. De scheidsrechter legt het spel een eerste keer stil en moet dat nog eens doen als supporters tijdens de rust blijkbaar probleemloos tot bij de spelers geraken om hen eens goed hun gedachten te zeggen. Tu as honte. Tu as honte de voir ce que ça donne parce que tu as une équipe qui est sans réaction. À un moment, c'est la responsabilité, il faut le faire quand tu es sur le terrain. On peut pas leur en vouloir, loin de là, ça se comprend, mais ce que j'ai envie de leur dire maintenant, c'est que y a qu'une chose à faire, on va se battre. Het stond bij de rust dan ook al 3-0 voor KV Mechelen. Na 3 minuten stuurt Schoofs Kuipers weg. En die maakt het knap af, een horrorstart voor Standaard. Hier wordt een gooi gedold door Schoofs. Hij maakt een fout in de 16 strafschop Standaard. Mrapti mag die nemen. Bodaar pakt hem bijna, maar na 8 minuten staat het al 2-0. En 10 minuten later is de partij helemaal gespeeld. Storm met een mooie aanname. Voorzet met buitenkant voet en de mee opgeschoven Sandy Walsh velt een zwaar verdikt. Standaard krijgt in de hele eerste helft geen enkele kans, bij elkaar gevoetbald. In de tweede helft mag Standaard met goedkeuring van Mechelen wat meevoetballen. De Roesjes scoren nog een eerredder. Nou ja, via invaller Dragus. 3-1, chaos op en naast het veld. Ils sont obligés de voir des supporters rentrer sur le terrain. Met een certaine pression gueuler. En que tu vois une équipe qui joue différemment. Het wordt mogelijk een lastige week voor coach Mbaye Leye. Standaard heeft een 0 op 9 neergezet. Het blijft voorlopig hangen in de middenmoot met 13 punten. KV Mechelen zet zijn opmars voort met een 3e zege op een rij. Malinois is 6e nu met 16 punten, evenveel als Union.
Maar op dit moment speelt Union nog bij Cercle Brugge. De ruststand daar is 0-0. En ook in STVV Oostende is het 0-0 halfweg. Vanmiddag heeft KV Kortrijk tegen Charleroi gelijk gespeeld, 2-2. Olivier De Schacht gaat aan de slag als assistentcoach bij de Belgische U21. De Schacht is 40. Het wordt zijn eerste trainersjob sinds hij eind vorig seizoen een punt achter zijn actieve voetbalcarrière zette. Bij de U21 wordt De Schacht collega van Thomas Buffel. Samen moeten ze hoofdcoach Jackie Matthijssen bijstaan. De Brit Elfyn Evans rijdt nog altijd op kop in de WK-rally van Finland. Zijn voorsprong op de Est Ott Tänak en op de vorige leider, de Ier Craig Breen, is wel niet groot. Thierry Neuville is vandaag van de zesde naar de vijfde plaats opgeschoven na een ongeval van thuisrijder Rovan Perra. Op het EK Acrogym in het Italiaanse Pesaro heeft België in de allround finale twee keer zilver gepakt. Zowel de mannenformatie als het vrouwentrio eindigden als tweede. In de allround finale moet elke formatie drie oefeningen uitvoeren. Alle punten worden dan samengeteld. En dan nog tennis. Alison van Uitvank heeft haar zesde toernooizege beet. Ze greep de titel in de hoofdstad van Kazachstan, Nur-Sultan. De finale daar was fel bevochten. Van Uitvank moest het opnemen tegen thuisspeelster Julia Putintseva. Ze verloor de eerste set met zware cijfers, 6-1, maar ze zette de situatie nog recht. Julia Putintseva speelt voor eigen volk in haar hoofdstad. Alles wat ze in de eerste set aanraakt, verandert in goud. Agressief, geen fouten, zelfs op eigen opslag moet Van Uitvank de hele tijd achteruit. Putintseva wint de eerste set overtuigend met 6-1 in 25 minuten. Het pleit voor Van Uitvank dat ze er toch bleef in geloven. Dit is het beslissende moment in de tweede set op 4-4 met breakpunt voor onze landgenoten. We zijn vertrokken voor een lang punt. Van Uitvank kon nog nooit winnen van Putintseva, maar nu kan het misschien wel. De Kazakse houdt wel van rallies, uren naar Justine Henin gekeken om punten te leren opbouwen. Maar hier moet ze het toch afgeven. De tweede set gaat naar Van Uitvank met 6-4. Putintseva begint zich op te jagen, dat doet ze wel eens vaker, en is de concentratie kwijt in de derde set. 6-3, Alison van Uitvank is het verdikt. Zij wint de Astana Open. Het is de zesde keer in haar carrière dat ze de trofee in de lucht mag steken. Het was al 2 jaar geleden dat ze nog eens een toernooi gewonnen had. Ze straalde extra hard. Voilà, heel fijn nieuws. Dankjewel, Katrien. De talrijkste vogel, dat is momenteel vink die trekt en graspieper. Dat speciaaltje, dat was juist die goldplevier. Ah ja, dat ziet u niet zo vaak, een goudplevier? Nee, nee. Dat is heel tof. Ja. In heel Europa hebben vogelliefhebbers vandaag overvliegende trekvogels geteld op weg naar het zuiden. In ons land deden vrijwilligers van Natuurpunt mee. De trekvogels die krijgen het volgens de natuurvereniging hoe langer, hoe moeilijker. 3 grote zilverreigers, Ferry. En dit gebeurt in 37 landen in Europa, altijd het eerste weekend van oktober. Vogelliefhebbers tellen, nu al 25 jaar. En dan zijn er toch wel tendensen zichtbaar. We zien bijvoorbeeld wel een ringmus. Dat is ook zo een van die akkervogels. Die zagen we vroeger veel trekken. Dat is nu bijna een zeldzaamheid geworden als we zo nog een groepje ringmussen zien overkomen. We zien ook wel dat we minder veldleeuweriken hebben en dergelijke. En andere soorten, bijvoorbeeld de grote zilverreiger, wordt nu heel vaak gezien. Die zagen we 25 jaar geleden bijna nooit. Miljoenen vogels maken elk jaar de trek van noord naar zuid, zoals deze grauwe ganzen. Maar Natuurpunt wil ook de moeilijkheden aankaarten die ze onderweg tegenkomen. Frankrijk wil de jacht bijvoorbeeld weer toelaten. De goudplevier en de kievit, daar wil men terug, die wil men terug gaan vangen en afschieten. Ook met lijmstokken wil men opnieuw gaan werken. Dat is nog niet lang geleden afgeschaft. Ja, daar zijn we natuurlijk tegen, want die vogels hebben het zo al moeilijk genoeg. Eens goed eten voor de trek is dan ook noodzakelijk, zoals deze boomvalk die een libel vangt. Libel uit het vuistje. Dus pakt hij met de poten en brengt hij dan naar de snavel in de vlucht. Hier in Tessenderlo zijn intussen op 2 uur tijd al een 30-tal soorten gespot. Boerenzwaluw, boomleeuwerik, kramsvogel,
rietgors. Maar de klimaatopwarming maakt het voor sommige trekvogels moeilijker. Bijvoorbeeld, er zijn veel meer zandstormen boven de Sahara dan vroeger. Dat speelt voor een aantal vogels die diep naar Afrika trekken, speelt er al mee. Maar ook in hun broedgebieden worden bijvoorbeeld veel kleiner. Vogels die in het hoge noorden broeden, die kunnen niet verder naar het noorden opschuiven. Het resultaat van de telling wordt morgen bekendgemaakt. Morgen dus maatregelen nemen om de energiefactuur te drukken. Daarover zitten de federale topministers al sinds vanmiddag bijeen. Daarmee openden we ook dit journaal. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen in de Wetstraat. Ook via vrtnieuws.be. Tot kijk. We zijn ons heel goed bewust van het feit dat we natuurlijk iets moeten doen aan die energieprijzen en dat we daar als regering uiteraard inspanning moeten leveren. De gesprekken lopen heel constructief, maar er moeten ook knopen doorgehakt worden. Het is belangrijk dat we dat met de nodige ernst doen en dat we goed berekenen wat de maatregelen kosten en hoe ze gefinancierd worden, want natuurlijk hebben ze een budgettaire impact. Een deel kan betaald worden met de hogere btw-inkomsten door die hogere energiefactuur, maar dat zal niet volstaan. En dat maakt dat die moeilijke puzzel van die begrotingsopmaak dat die mogelijk nog moeilijker wordt. We gaan dat hier aanpakken, maar ik ga dat binnen bespreken.